ik ben bij Ingeborg Vermeer en ik ga even met haar samen die opdracht door om samen de passessie te doen van voor naar achter, van vraaggesprek tot tekening en palpatie. En daar gaan we nu mee beginnen en zij gaat mij, ik ga haar ondervragen en zij gaat mij nou ook filmen. Ja, we hebben samen gevraagd. Kun je iets meer vertellen van het paard? Ja, dit is Gino. Gino is 12 jaar en hij is springgefokt en hij loopt Z2 dressuur. Hij vindt de nageeflijkheid een beetje lastig, moeilijk aan elkaar te rijden. Heb je nog blessures gehad in het verleden? Ja, hij heeft een jaar of 5 geleden heeft hij iets minder rad gelopen met zijn rechter voorbeen. Helaas is het filmpje van de inspectie op stand en de palpatie per abuis niet opgenomen. Ja. En het ziet er niet naar uit dat er veranderingen gaan plaatsvinden. Nee. Dus we kunnen er mogelijk van uitgaan dat we op dit moment van jou en je kamer en je paard niet zoveel veranderingen gaan plaatsvinden. Goed, gaan we even kijken buiten of die ook afwijkend wandelt. Of ik daar ook iets zie aan asymmetrie. Als het paard heel erg asymmetrisch loopt, dan heeft dat natuurlijk ook invloed op het zadel. Zadels van Cella hebben een kunststof boom, die is enigszins flexibel bij de boomtak te pakken en naar buiten te drukken. En daar voel ik geen beweging. Goed, drie vingers, we meten hem op, drie vingers achter de schouderkop. De schouderkop zo, daar, kijken of die een beetje de ruglijn volgt. Nou, dan halen we hem eraf. Schrijven een datum op, want het is vandaag 18 februari. Dan pakken we de 18e rib. We onthouden dat de rechterkant aan de voorkant zit, zodat ik links en rechts niet door elkaar haal. Hiermee bepalen we vooral de hoek van de ruglijn. Midden van de curve een streepje erop opmaken. Het dieptepunt van de rug. Nou, waar je vooral naar kijkt bij deze ruglijn is dat je natuurlijk wilt zien of op een grote rechtstuk is of een hele diepe dip. De lijn van de schouder met de boom. En dan vind ik dat de boom best breed is voor deze schouder. Als je hier een lijn hebt van de schouder van het paard. En hier die van het zadel. Je kunt het zien. En je hebt hier dus iets meer druk dan hier. Vingers hier, eigenlijk onderdoor, is genoeg. Hier heb ik wel veel vrijheid, maar je boom is iets meer druk. Maar de kussen is zo verschrikkelijk zacht. Hij zal dan niet meteen op vastlopen.
Dan ga ik hem met mijn hand onderdoor. En dan voel ik, terwijl ik op het zadel druk, de ruglijn na. En dan voel ik hier in het midden minder druk. Een soort bolletje. En hier achterin, onder dit stukje van kussen, voel ik iets meer druk dan hier in de rug. Dit is de laatste rit. Trekken we omhoog. Het zadel valt binnen de lijn. Valt hier. Die zit hier. Drie vingers achter de schouderkop. Valt de boom. Dan kijken we waar de singelstoten uitkomen. En dan kijken we naar de singelgroeven. En de singelstoten hangen eigenlijk prima op de juiste plek. Laat ik hetzelfde stukje ook even voelen. Want ik wil kijken of het hier iets anders voelt. Want ik hetzelfde constateer. Kijk even op een hele zachte tissue, dus hij heeft daar niet zoveel last van. Dat blijkt dan ook wel in de palpatie dat hij niet het reageert. Het zorgt wel dat je een klein beetje die rokbeweging kunt hebben. Ga ik hem nog naar links en rechts bewegen. Dat is ook ietsjes. En dat kan mee te maken hebben dat hij toch wel vrij ruim is. Hier aan de voorkant heb ik een open kopje zadel. Een heel klein beetje dat kan doen. Ik zing al een beetje aan om te kijken of het zadel dan ook naar beneden wordt getrokken en loskomt. Kussens af. Kijk. Dan kun je dus zien dat als ik hem hier aantrek, het toch een beetje meer loskomt vanuit hier. En het past ook wat we hier net geconstateerd hebben, dat hij net wat aan de brede kant is in het zadel, waardoor hij dat kan doen. Dus de rechtervorm heb je er geen last van. We hebben in de palpatie niks tegengekomen. Dat is mede te danken aan dat het zadel er mooi is. Van lengte is en dat het zadel echt super zacht kunnen zijn. Daarom rijd ik met een pet eronder, waarbij ik ook af en toe wat vulling kan toevoegen aan de voorkant. Ik ben benieuwd naar jouw advies daarover. Nou, het is goed dat je dit al dus oplost met dus een half petje aan de voorkant, begrijp ik? Nee, het is wel een hele pet, maar ik heb wel een lemieux pet met vulling. Daar komen er wel punten in altijd. Nou. En dat betekent dat ik met een geschikt zadel rijd? Ja, je rijdt een redelijk geschikt zadel. De kussens moeten wel eigenlijk wat gelijker gemaakt worden. Ja. En hij is eigenlijk praktisch breed, want dat heb je ook nog een pet. Ja. Dan moet je wel in dat stukje zadel blijven zitten rijden. Oké.